Goedenavond, het late nieuws. Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat de Wassenaarse jongen Anas zelfmoord heeft gepleegd. Dat heeft de politie vanavond bekendgemaakt. Het onderzoek gaat wel verder, omdat de politie een misdrijf niet helemaal kan uitsluiten. Woensdagmiddag 16:30. De 13-jarige Anas begint aan zijn bijbaantje, folders bezorgen. Hij bezorgt in de wijk Oostdorp aan de noordkant van Wassenaar, maar 2 uur later is hij nog niet terug. Zijn moeder wordt ongerust en belt de politie. De vermissing wordt serieus genomen, er komt een burgernetactie op gang en onder meer via social media wordt opgeroepen om naar de jongen uit te kijken. Om 19:30, een uur nadat zijn moeder alarm had geslagen, zou een andere jongen Anas hebben gezien bij de Katwijkse weg. De jongen rent naar huis en vertelt aan zijn moeder dat hij Anas met iemand het bos in zag gaan. Er kwam er een vrouw naar diezelfde rand van het bos en die vertelde van gisteravond waren haar zoontje en een ander kind stiekem in het bos wezen spelen. Die kwamen in paniek teruggerend naar huis. Die hadden Anas gezien met een man met een joggingbroek op zijn knieën, al of niet. Die man, nou, dat verhaal was een beetje vaag, maar de kinderen waren in ieder geval heel erg in paniek en Anas was gezien met een man bij zich. Er is dan al gezocht bij vrienden van Anas en op andere plekken waar hij zou kunnen zijn. Maar nu spitst het onderzoek zich toe op de Katwijkse weg naast recreatiepark Duinrel. Daar wordt de fiets van Anas gevonden. Tot diep in de nacht doorzoeken agenten met speurhonden het gebied. En ook een helikopter wordt ingezet. Als aan het eind van de avond nog geen spoor van de jongen is gevonden, wordt rond 11:45 een Amber Alert uitgestuurd. De volgende ochtend gaat het onderzoek naar Anas verder. In de loop van de ochtend wordt een lichaam gevonden in de groenstrook langs de Katwijkse weg. Na een dag sporenonderzoek komt de politie om 18:00 'savonds met het bericht dat het lichaam inderdaad van de vermiste 13-jarige Anas is.